Welkom bij De Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Wanneer zal Wall Street omgedoopt worden tot Zwalp Street? Het blijft de vraag. Ondertussen klimt de rente op kousenvoeten verder over de plas. Meren we aan in meer veilige havens? Grijpen we naar goud? Nog meer vragen? En waar blijven ze? De antwoorden. Je hoort ze hier in De Beurs Voyeurs. Om in de sfeer te blijven, de beste stuurlui staan zoals altijd aan wal. En vandaag heten ze Ellen Vermorgen van de Tijd en Geert Smet van de Belegger. Welkom allebei. In het bijzonder, Geert, fijn dat je terug bent. Jazeker. Ellen en Geert, zijn jullie de goudprijs met argusogen aan het volgen? Want die blijft maar stijgen. Ja, het is zottekes, hè, mannen. Ik denk dat we elke dag een nieuw stukje mogen pinnen over goudprijs op nieuw record. We moeten dan alleen de koers in dollar aanpassen. Ja, het is dag na dag gaat het hoger. Ik denk, ja, een van de sterkste jaren, of het sterkste jaar voor goud sinds 1979. Dus voilà, we gaan daar ook richting de weekendkrant verder op in. Mensen die de goudprijs interessant vinden, koop de weekendtijd. Want we gaan ook een keer naar de goudmijn aandelen piepen. Dat is een klasse aandelen die vaak, ja, een beetje als hefboom nog op die stijgende goudprijs wordt gezien. Is dat zo? Wat zijn interessante goudmijnen? Of bespeel je het toch beter via een tracker op goudmijnen? Als je niet, want het is een heel tricky business, hè, die goudmijnen. Sommigen hebben hoge opbrengsten, anderen geen. Kampen met zware onderinvesteringen al jaren. Waar zit dan... Zit daar een interessante belegging in en hoe bespeel je dat het best? Yes. Spannend. Harry Markopoulos, Michael Burry, Jesse Livermore, shortsellers. Ze spreken al jaren tot de verbeelding van elke beursliefhebber en zeker ook tot de verbeelding van onze gast vandaag, want deze onafhankelijke beursexpert en oprichter van Beleggers University schreef er een boek over, De Verloren Kunst van het Shorten. Welkom Dieter Plas. Hallo, welkom. Laten we het kort houden. Hoe gaat het met jou? Dat was een mopje, hè? Van shorten, van... Ja, ik had het weer. Laten we het kort houden. Ik heb hem nu ook pas, Thomas. Het is echt... Wauw. Ja, hey, het is wel een goeie eigenlijk. Ja, okay, als je hem uitlegt dan. Ja, ja, okay. Precies. Ik zal erop inspelen. Ik zal zeggen, ik ben long momenteel. Ik ben zeker niet short. In short ben je long. Ik ben blij dat ik ze gemaakt heb. We kunnen verder nu met de mop. Mijn brein barst daar wel op, maar dat ligt gewoon aan mij. Hoe kan je iets kopen wat je niet hebt en er dan ook nog winst op maken? Kan je dat heel eenvoudig uitleggen? Wel, de vraagstelling is eigenlijk al een beetje fout. Ah, kijk. Omdat je eigenlijk, als je short gaat, dan verkoop je iets wat je niet hebt om het later terug te kopen aan een lagere prijs. Anderzijds kan je ook al short gaan door opties bijvoorbeeld te kopen. Dus je koopt dan een put-optie, dan ga je eigenlijk long op de put-optie. Maar onderliggend ben je short op het aandeel of op het activa waarop je short wil gaan. Hoe werkt het? Moet ik nu de hele exposé geven of wat wordt er van mij verwacht? Gewoon short, even toegelicht, ja? Ja, dus stel bijvoorbeeld Barco bijvoorbeeld. Op een bepaald moment zie je het gaat slecht met het bedrijf. In plaats van dat je gewoon je aandelen bijhoudt, als je aandelen hebt, of ook als je geen positie hebt, zeg je van oké, ik zie de fundamenten verslechteren, recessie, het gaat niet goed met het bedrijf. Ik ga dat toevoegen als een short in mijn portefeuille om een beetje te hedgen. Zeg maar als je andere goede aandelen long hebt. En dan verkoop je aandelen en dan heb je een negatieve positie in je portefeuille. En dan later, op een later tijdstip, moet je die positie aanzuiveren dus. Dat je terug op nul staat eigenlijk. En dan koop je die aandelen aan een lagere koers terug in. Dat is eigenlijk het ideale scenario. En dan is eigenlijk shorten in een notendopje, basically. Ja. Oké. Het is bij Belgische brokers niet zo simpel. Ik denk dat er maar een paar zijn waar je het kan. Ik denk Links en De Giro. Ja. Of zijn er nog meer? De Giro weet ik zelfs niet. Ik denk zelfs van... Ja, bij de Giro kan het in ieder geval. Ja, ja, short? Ja. Ik weet dat je hebt een margin-account nodig. Dus de brokers geven vaak een keuze. Wil je een gewone account of een margin-account? Met een margin-account heb je meer handelsmogelijkheden. En toegang tot kapitaal dat je eigenlijk in het rood kunt gaan. Hè? Maar je hoeft dat niet te doen als belegger uiteraard voor je eigen risico te beperken. Maar bij Links kan je dat wel gemakkelijk doen als shorten. Dus wij gebruiken nog altijd Links en ik zelf gebruik ook Links. Dus. Ja. Maar het feit dat niet elke broker het aanbiedt, dat doet mij dan vermoeden dat het is omdat het risicovol is om te doen. Ah, wel, exact. Dus de meeste brokers hebben zo'n policy van als de particuliere retailbelegger niet goed geïnformeerd is, dan gebeuren snel ongelukken. Ja. Dus daarom ook dat je nu... Allee, standaard sowieso al veel zelftests moet doen voor opties nog maar gewoon te kunnen gebruiken. Of om zelfs turbo's of sprinters en zo, dat zijn leverage producten.
Dus je moet inderdaad altijd die zelftesten doen. En ja, de meeste Belgische brokers vermijden dan gewoon shorten in het algemeen. Als ze denken van ja, de mensen gaan per ongeluk op verkopen klikken als ze zelfs geen positie hebben. En dan, ja, als het aandeel dan exponentieel stijgt, heb je ongelimiteerd verliespotentieel. Ja. En dat is het grootste risico aan een short, is natuurlijk die short squeeze. Dat plots alles hevig omhoog gaat, ondanks dat je denkt het is een slecht aandeel, het zou moeten dalen. Maar dat hebben we ook gezien met GameStop. Het kan wel gebeuren en dat is iets dat je wilt vermijden natuurlijk. Dus dat naakt shorten, dat beveel ik ook eigenlijk niet aan niemand. Dus er zijn ook bepaalde tips en tricks om je risico wel te beperken als je gaat shorten. En ja, gelukkig is Links een partij die het wel aanbiedt, want ja, we hebben er toch al ons voordeel uit gehaald. Maar het is wel zo, volgens jouw boek kan iedereen shortseller worden. Ja, absoluut. En ook mensen die daar een klein beetje bang van zijn? Ja, ik denk dat angst komt van onwetendheid. Maar het is ook goed dat je bang bent, want dan ben je tenminste al op het punt gekomen van ik besef dat ik niet weet wat ik aan het doen ben. Tegenover mensen die vaak gewoon YOLO in de aandelenmarkt gaan. Mm-hmm. En die beginnen dan allerlei, ja, ik weet niet of ik mag vloeken, shitty companies te kopen. Ja. En zo, omdat er een hype in zit aan cannabisaandelen of waterstofaandelen. Dat hoor je heel veel bij retailbeleggers. Ja, want het is beloftevol. Maar eigenlijk fundamenteel zijn die bedrijven niks waard op basis van cashflow of op een zeer slechte schuldpositie. En dat is dan wel toegelaten. Dus het is eigenlijk gewoon onwetendheid in het algemeen is heel risicovol op de beurs. En hetzelfde voor shorten. Hoe meer je weet, hoe meer vertrouwen je kan beginnen beleggen en hoe meer ervaringen opdoet. En dan denk ik dat het wel goed gebruikt kan worden. Misschien als kanttekening dat ik erbij zou willen maken. Inderdaad, wat jij zegt, Dieter, het vergt meer huiswerk. Maar ook, statistisch gezien, heb je nog altijd met een longpositie betere kansen, wetende dat 2/3 van de aandelen stijgend is qua trend. Hè? Dan zou je kunnen zeggen, overall, over heel het aandelenuniversum in de wereld, heb je statistisch betere kansen als je long zit dan als je short zit, omdat 2/3 van de aandelenmarkt zich in stijgende lijn beweegt. Ja. Dus ja, voor mij, ja, kijk, het is, ik vind het tof dat er een boek over is die behapbaar is voor kleine beleggers. Ik denk dat daar echt, ik ga hem met heel veel plezier lezen. Ja. Voor de rest, het is niet voor iedereen, denk ik. Of het is, in ieder geval, vind ik het, vergt het misschien nog meer huiswerk. Je moet echt sterk je convictie hebben of je overtuiging hebben van een aandeel. Want als je alleen naar waardering gaat kijken, ik denk iedereen heeft misschien al wel eens zijn handen voelen jeuken bij Lotus Baker. Is dat je zegt, mannetjes, hoe duur is dat nu in godsnaam? We gaan daar een short positie nemen. Ja, die mensen hebben altijd in het zand gebeten. Bijvoorbeeld. Hè. Dat is echt wel het gevaar, hè, dat je gaat kijken naar de hoge waarderingen. En die moet je eigenlijk niet doen. Je moet net het omgekeerde doen als die hoge waarderingen ook nog eens gepaard gaan met slechte bedrijfsevolutie, dan moet je gaan beginnen misschien shorten op dergelijke aandeel. Mm-hmm. Maar het shorten, voor een gewone belegger is dat niet weggelegd. Hè. Het is al heel moeilijk om een vragenlijst van de bank in te vullen vandaag, om met aandelen te mogen handelen, om dan nog opties en andere afgeleide producten te mogen handelen, is niet weggelegd. Ja, het voordeel om dan met een optie te werken, om een put te kopen, is dat je alleen de waarde van je optiecontract kan verliezen. Exact. Terwijl bij een short, Dieter, je hebt het net aangestipt, mm-hmm, is je verlies potentieel eindeloos. Hè? Ja. Dus dat is dan misschien het voordeel om toch via puts te gaan. En om daar even op in te pikken ook, die dure waarderingen, dat is iets dat we vaak horen terugkomen inderdaad, komt ook in het boek aanbod. Dure waarderingen zijn vaak een indicatie van kwaliteit. Dat wil zeggen dat beleggers toekomstige groei in prijzen, dat wil zeggen dat ze een moat zien, dat wil zeggen dat er iets is waarom dat heel veel beleggers er meer voor willen betalen dan een normale koerswinstratio. Dus dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Vanuit het value investing wordt je vaak aangeleerd een hoge koerswinstratio supergevaarlijk. Maar als je dan kijkt naar kwaliteitsbeleggen, dan zie je vaak van, denk aan Warren Buffett. Better to buy a great company at a fair price than a cheap company that's actually really bad. Dus die hoge waarderingen zijn helemaal geen reden om iets te shorten. Zoiets als like Lotus Bakery zou ik nooit shorten. Integendeel, dat was voor mij gewoon een duidelijke kwalitatief topaandeel. Ja. Dat heel gewild is bij beleggers. En daar moet je gewoon bij stilstaan. En ik denk dat, om terug te komen op het punt van shorten, als je goed kunt inschatten wat een goed aandeel is, op basis van fundamenten, wel als je dan gewoon de criteria omdraait, dan weet je wat een slecht aandeel is. En als je vaak al gezien hebt van, oei, daar blijf ik af, dat zou ik zeker niet meer kopen. Ja, als je dat gevoel al hebt, en dan je kan dat met een beetje research staven,
dan kan een short wel interessant zijn. En dan nog het laatste dat ik erover wil zeggen, wat ik eraan wil toevoegen, is van hoe groter je portefeuille wordt, inderdaad voor kleine beleggers, ja, als je 20.000 euro belegt, moet je niet gaan zitten shorten om je posities te hedgen, dat is absurd. Maar als je gaat richting een vermogen van, ik zit met 200.000 euro op de beurs, of met 500.000 euro, ja, als je dan zegt van oké, hier en daar kan ik voor een paar duizend euro een heel goede put-optie toevoegen, en dan daalt dat aandeel 10-15%, maar je verdient wel 3 keer, 4 keer je inleg. Dat is een heel interessante hedge dan voor een heel brede, grotere vermogen, zou ik zeggen. Dus een bredere aandelenportefeuille. Voor kleine beleggers is het inderdaad minder relevant en daar ga ik zeker mee akkoord. Ik onthoud wel dat het inderdaad niet voor iedereen is weggelegd. Nu, je hebt zelf les gevolgd bij een top trader. Klopt. Ja. Wat is de allerbelangrijkste les die je daarbij van hem hebt geleerd? Ik had die vraag hem ook gesteld. Ik zei van ja, je hebt zoveel succesverhalen al verteld of zo. Ik zeg van ja, vertel eens, wat is de grootste fout die je al hebt gezien als trader? En hij zei tegen mij, op het toilet zitten terwijl er vliegtuigen in de WTC-torens vliegen. Ik dacht, wat zegt hij nu? Ik stond echt totaal verbaasd over de antwoord. En hij zegt van ja, dus, en dan vertelt hij het verhaal dat hij werkte bij een grote investeringsmaatschappij op dat moment, een grote investeringsbank. En hij zei van ja, toen het eerste vliegtuig in de toren vloog op 9-11, dan zat hij aan zijn bureau te kijken naar wat is er aan de gang. En iedereen ging weg van hun bureau. Dus laten we zeggen, hier in het kantoor, iedereen gaat weg en kijkt naar de tv-schermen. Mm-hmm. Wat is er aan de gang? Iedereen dacht, het is een ongeluk op dat moment nog altijd. En hij dacht van, oké, maar dat vluchtpatroon is super suspicious. Ik ben in New York geweest, daar vliegen geen vliegtuigen langs die toren. Is dat heel vreemd. En hij is dan gaan kijken naar de aandelen van British Airways. En hij zag van, oké, de luchtvaartmaatschappijen hebben dat risico nog totaal niet ingeprijsd dat dit een terroristische aanval zou kunnen zijn. En hij is toen short gegaan, ter waarde van een paar honderd miljoen dollar. Ver over zijn limiet van wat hij mocht traden. En zijn baas komt bij hem en zegt van, ja, wat zeg jij nu aan het doen? Je bent over je limiet gegaan, daarvoor kan ik je ontslaan, dat mag niet. Je pakt meer risico dan u is toegekend. Ja. En hij zegt van, nee, ik ben zeker over mijn trade, ik ga ze aanhouden. En hij zegt van, ik kan u hiervoor ontslaan, zeg je zeker? Ja, ik ben zeker. En terwijl ze aan het discussiëren zijn, vliegt het tweede vliegtuig in de andere toren. Ja, the rest is history. De luchtvaartmaatschappijen crashen naar beneden. En zijn trade tot op de dag van vandaag is legendary. Dus vandaar zijn antwoord. Op toilet zitten als er belangrijke gebeurtenissen gebeuren in de wereld. Dan is... Oké. Het is ook een aparte mensensoort die ziet van de wereld is om zeep. Wacht, hoe kan ik hier winst uit? Dat is ook bijzonder, maar goed. Letterlijk zijn job, ja. De nieuwste gok van de hedgies, las ik, is om tegen de renewables. Ze zijn zich massaal aan het positioneren tegen bedrijven in hernieuwbare energie. Ook dat voelt natuurlijk... Ja. Natuurlijk de afgelopen jaren opgepompt geweest. Hè? Ja. Dus de Green Deal in Europa. Europa heeft heel wat middelen vrijgemaakt voor niet alleen voor het investeren, maar ook aan de beleggerszijde heel wat middelen aangezogen voor bedrijven eigenlijk. Die kleine bedrijfjes die eigenlijk een paar miljard waard zijn. Dat is juist. En dan denk je, met je kleine centjes kan je dan long duurzaam willen beleggen. En dan het grote hedgies wedden tegen jou. Hè. Ja, die balansen zijn slecht van veel bedrijven. Het is daarop dat zij, denk ik, hun shorts baseren. Hè. Er is heel veel, ten tijde van goedkoop geld, zijn er heel slechte financieringen gebeurd door die bedrijven en dat weegt nu op hen. Maar het is blijkbaar echt een nieuwe trend dat ze massaal short zitten op die echte hernieuwbare aandelen, duurzame aandelen. Dus dat is een beetje contradictorisch, terwijl de kleine beleggers en centen duurzaam aan het werk trachten. Ja. Gesprekstof genoeg vandaag, dat is wel meer dan duidelijk. Fijn dat je bent, Dieter. We gaan eraan beginnen. Het is tijd voor onze vailleurs. De beursblik. Ellen en Geert, het was met Beursweekje alweer. We sloten vorige week net de deuren van onze podcaststudio en ASML deed de beursjournalistiek daveren. Wat is er gebeurd? Ja, inderdaad. We kwamen net uit de opname en dan was er daar een lekkage in Veldhoven. Er had iemand, menselijke fout kennelijk, iemand bij ASML te vroeg op het publish-knopje geduwd. Ja, dat zijn de winners, hè? Waardoor, ja, inderdaad. Dat is dan altijd de stagiair die het natuurlijk gedaan heeft. You had one job. Ja, okay. Alsof je dan je stagiair daarmee zou vertrouwen. Allee, dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat je een stagiair zegt, you're in charge. Of, zo in slaap gevallen. Ja, zo.
afdeling op de Simpson-gewijs daar gewoon op geklikt. Ja. Dus, maar die cijfers die werden niet alleen heel plomp verloren op de markt losgelaten, maar die waren ook helemaal niet goed. Dus die gingen normaal woensdagochtend komen, zijn dan dinsdag namiddag verschenen op de website. De Bloomberg-botjes die razendsnel zijn, hebben die al opgepikt. Want ze hebben dat dan achteraf terug van de website weggetrokken in de hoop niemand heeft dat gezien. Maar ja, het ergste was al gebeurd natuurlijk. Het ergste was al gebeurd. De cijfers stonden online en een halvering van de orde, van het orde. Yes. Orders was het belangrijkste pijnpunt. De orderinstroom was maar half zo groot als werd gedacht. Hè. Het was daar 2,4 miljard en analisten hadden richting de 5. Allee, tussen 4 en 6 hadden zij beoogd aan orderinstroom. En dat heeft dan toch de belegger doen denken aan ASML is dan toch niet in de winning zone van de markt. He, zo de chipbedrijven die worden momenteel gewoon grofweg in twee categorieën opgedeeld. En het ene is een heel dunbevolkte categorie waar de winners zitten van heel die AI-gekte. Ik denk dat daar TSMC en Nvidia als voornaamste winnaars naar voren komen. En dan in het niet-cutting-edge gedeelte zitten er tal van bedrijven die met overcapaciteit worstelen, namelijk de klanten van ASML. Denk dan aan een Intel en een Samsung. Tijdens COVID hebben die veel fabrieken bijgezet. Iedereen zei toen, chips, we moeten er meer en meer hebben. Er is overcapaciteit ontstaan. En het doet je weer beseffen dat het een cyclische branche is. Hè? Dat het niet alleen, dat chips met de economie bewegen. Dus vanaf dat die vraag terugvalt, voel je dat instant in de bestellingen bij een ASML. Doet dat af aan hoe geniaal dat bedrijf is en hoe groot die machtspositie is en de monopoliepositie? Totaal niet. He, dat blijft een onmiskenbaar belangrijk bedrijf in heel die waardeketen. Maar het getuigt wel van, ze worstelen met een aantal klanten. Ze hebben eigenlijk basically 3 grote klanten en 2 daarvan. Intel en Samsung hebben het moeilijk, TSMC niet. Hè. Maar bon, wie weet dat ook TSMC zijn investeringen wat aan het uitstellen is. Ze investeren volop door, maar misschien dat ze het meer in het vierde kwartaal nog gaan versnellen. Dat hebben ze toch zelf aangegeven. Mm. Ja, dat schippert ook wel per kwartaal. Bij TSMC is er geen vraagprobleem. Hè? Dus chips die zij produceren gaan onmiddellijk richting Nvidia en richting andere spelers die met AI bezig zijn. Maar het probleem bij Samsung en ook bij Intel. Intel heeft financieringsproblemen, dat is al het eerste. Dus die moeten eigenlijk een beetje een portefeuille dicht houden. Niet zoveel meer investeren. Integendeel, die zijn eigenlijk een bedrijf aan het opkappen in verschillende entiteiten om dan misschien de chipfabrieken ooit wel eens terug te verkopen. En Samsung, die verrassend eigenlijk, die hebben gemeld dat het is een nieuwe Amerikaanse fabriek dichtbij de American way of life, zou ik zo zeggen. Hè. Dus de chips moeten in Amerika teruggeproduceerd worden. Ja, Samsung heeft daarop ingespeeld, maar ziet plots. Ja, we hebben geen klanten, dus wij vertragen ook onze investering daar in die nieuwe chipfabrieken die in het Westen worden geproduceerd. Maar ASML is natuurlijk toonaangevend, omdat ze nauwelijks concurrentie hebben. Hè. Ze zijn de facto een monopolie. Ze gaan nog altijd groeien in 2025. Alleen het zal een pak minder zijn dan die conservatieve doelstellingen die men eerder had vooropgesteld. Ja. Het risico is ook dat ASML een speelbal wordt van de geopolitiek. De helft van de omzet van ASML komt uit China. Was tot hiertoe nooit geen probleem, want mensen zeiden altijd, China, je ziet wel, de helft van de omzet komt nog altijd uit China. Dus al die regelgeving, die anti-concurrentie mededelingen van de Amerikaanse overheid, je mag geen chipsmachines meer exporteren naar China, dat deert ons eigenlijk wel niet. Maar nu toch wel terug, want China gaat geen 50% van de omzet niet meer doen volgend jaar, maar 20% van de omzet. Dat zijn toch allemaal tekenen dat het bij ASML iets minder loopt. En dan heb je natuurlijk een hogere waardering. Ja, ik spreek het een beetje tegen. Hogere waardering, minder groeiverwachtingen. Dan krijg je natuurlijk een koersklap op één dag van 20%. Hè. Dus is het een aandeel dat je short op zou gaan, Dieter? Nee, zeker niet. Dat is te kwaliteitsvol daarvoor. Ja. Maar ASML is een moeilijk verhaal. Hè. Ik krijg ook veel mails van beleggers van, Dieter, wat vind jij van ASML? Maar iets dat zo perfect gewaardeerd staat, dat zo kwaliteitsvol is. Dat is van, wat is op den duur fair? En inderdaad, als er dan eens een kleine kink in de kabel komt, dan zie je de beursreactie ook. Dus als de downside van dat kwaliteitsbeleggen is gewoon te blijven hoger en hoger betalen. Ja. Maar als er vroeg of laat een kleine kentering komt in het verhaal, dus vaak is het verhaal heel belangrijk, hè, momentum, de groei blijft goed, dit en dat. Maar vanaf dat er inderdaad een uitdaging is, zoals China, wat gaat daar het gevolg van zijn op lange termijn? Ook
iets dan... Allee, laat ons eerlijk stellen, wij hier allemaal aan tafel, we hebben geen idee hoe hoogtechnologisch zo'n machine is van ASML. We hebben daar een heel moeilijk inzicht in, zelfs als beursanalist zijnde. Dus we weten ook eigenlijk nooit van hoe lang gaat dat duren voordat er inderdaad een disruptie komt. Een concurrent toch iets gelijkaardig kan maken. En ik kan me inbeelden dat de Chinezen al die machines dat ze bestellen, dat ze die openvijzen en onderzoeken. En dat ze daar echt naar op zoek zijn, want die willen niet afhankelijk zijn van het Westen. En die willen niet ons dat gunnen, dat zij zoveel miljarden overschrijven naar ASML. Dus ik vind dat altijd zo'n groot risico. En dus ik blijf daar eigenlijk gewoon van weg. Als ik het niet begrijp, tot in het diepe, dan is het voor mij gewoon direct een no, meestal. Voor mij staat dat wel buiten kijf. Want zolang dat die Chinezen geen toegang hebben tot heel essentiële lasertechnologie, dat is dan van Zeiss onder andere, of van Cymer, dat is een dochterbedrijf van ASML zelf, of van Gigaphoton, sorry, ik word nu heel technisch, is een Japans bedrijf. Zolang dat die Chinezen, en daar kunnen ze de vinger niet op leggen, is er in mijn ogen een heel laag risico dat die met... Allee, ASML heeft 30 jaar voordeel opgebouwd in know-how. Allee, je weet dat die Chinezen alles kunnen kopiëren. Bij Barco weten ze er alles van, die ClickShare. Ze hadden een vergadertool ontwikkeld, wordt en masse gekopieerd door China. Voor ASML is dat verhoudingsgewijs echt veel moeilijker. Dus 30 jaar voorsprong en de cruciale componenten van zo'n EUV-lithografiemachine, daar hebben die Chinezen kunnen die gewoon de hand niet op leggen. Daar hebben die geen toegang toe. Dus dat zie ik nu wel... Er is sowieso een moat. Dat is de moat. Ja. Dat is het unieke concurrentievoordeel van ASML voor mij, ja. Oké. Zijn er nog Europese uitschieters die besproken moeten worden? Ja, luxe zit in het slop, hè, kennelijk. Zeker in China en in Japan. Dat was ook echt een slecht rapport. Hè. Het luxehuis LVMH, dat viel tegen. Een opstekertje vandaag, moment van opname, is het grootste techbedrijf in Europa sinds vorige week. Sinds heel dat debakkelen met ASML hebben we een nieuw vlaggenschip. Alleen nieuw, het is in de jaren 80 opgericht, zijn we daar niet van. Maar is SAP, hè? Ja. Dus een softwarebedrijf uit Duitsland. Dat vind ik altijd tof aan de Europese beurzen, want dat komt dan uit zo'n klein gehucht genaamd Walldorf in het Bundesland Baden-Württemberg. Dus in een klein gehucht in Baden-Württemberg zit daar een megaspeler SAP softwarebedrijf dat heel erg profiteert van AI-toepassingen in zijn software. En dat de markt vandaag heel mooi verrast met heel sterke groei. En in market cap, in marktwaarde, zijn ze sinds de afwaardering van ASML weer het grootste techconcern van Europa. Daar in Waldorf, in dat klein gehuchtje. Dus voilà. Je ziet dat er fors wordt gereageerd, vind ik wel, op de cijfers, Geert. Vind het niet? Allee, veel koersreactie. We hebben Netflix. Je hebt inderdaad enorm veel koersbewegingen. En dat is ook omdat we op het punt staan dat die exponentiële groei van de bedrijfswinsten afgeremd wordt door de economische malaise. Dus in Duitsland heerst er dus wel degelijk vandaag een recessie. Dat zal de komende kwartalen wel blijken uit de cijfers. Dus en dat weegt op die Europese, vooral de Europese verhalen. Hè. Dus de Europese grote verhalen zien toch wel een omzet gedrukt en minder groeien dan verwacht. SAP is een uitzondering, maar zitten ze wereldwijd actief. En als ik ook naar Econocom kijk, ja, in de groei, ja, dat is 3-4%. In Europa is echt niet mooi. Terwijl als we naar Amerikaanse techbedrijven kijken, ja, dan krijg je nog wel heel mooie groeicijfers te zien. Hè. Netflix vorige week, heel mooie groei. Dan waarschijnlijk deze week Microsoft en andere. Ja. Oké. Dankjewel, voyeurs. Dieter, als het niet stoort, en anders eigenlijk sorry ook, gaan we eens in je portefeuille laten kijken door Wanda. Show me the money. Dieter, heb je al eens van Wanda gehoord? Ja. Oké, dan ben je mee. Dat is onze vragencomputer. Er zitten 20 vragen in Wanda. Het enige wat je moet doen is een cijfer van 1 tot en met 20 roepen en dan tuimelt er een vraag uit. Wil je eens proberen? Ja, 7. Nummer 7. Op welk verkocht aandeel heb je het meeste winst gemaakt? Al meteen een goede vraag van Wanda. Het antwoord hoor je dadelijk na dit. Onafhankelijk beursexpert Dieter Plas is bij ons te gast vandaag en we zijn net bij Wanda aangekomen. De eerste vraag van Wanda was: op welk verkocht aandeel heb je het meeste winst gemaakt, Dieter? Procentueel gezien is dat een hele gemakkelijke. Dat zal Capri Holdings zijn. Capri. Ja. Capri, ik ken dat niet. Capri Sefini, dat was zo'n liedje in de tijd. Ja, dat mooie Franse chanson, dat wel. Dus vroeger noemde dat Michael Kors. Ah ja, Michael Kors, ja, dat is Jacques Cosse. Dan hebben zij twee merken overgenomen, Stuart Weitzman, denk ik. En
Jimmy Choo. Juist. Dat is eigenlijk drie merken. En dan heeft de CEO, die eigenlijk een liefde had voor het eiland Capri in Italië, het er genoemd naar Capri Holdings, om zogezegd de eilandengroepen daar te weerspiegelen. Omdat het nu een bedrijf was met meerdere merken. Okay. Dus Capri Holdings, ja, het aandeel crashte, het stond eigenlijk al in onze kooplijsten, maar het aandeel crashte tijdens COVID ontzettend hard, van meer dan $30 naar 5 op het dieptepunt. En ik heb massaal ingekocht. Ik dacht van, ja, dit wordt gewoon de no-brainer. Het is via een longpositie dat je meeste winst hebt behaald. Ja, ja, maar nog eens aan het denken. Hè. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, het spreekt dan een beetje tegen uw winkel wel. Toch? Nee, dat is niet waar. Okay. Ik ben ook heel veel long. Niet alleen short. Ja. Oké. Okay. Ja. En daarna is het aandeel 1000% gestegen. En, Mai. Mooi. Mooi. Ja. Indrukwekkend. Nog eens een cijfertje proberen? 3. Welke beleggingsinstrumenten vind je het meest interessant en waarom? Dus ik zou zeggen opties. Opties vind ik het interessantst, omdat je echt met heel weinig kapitaal, dus eigenlijk door heel efficiënt gebruik te maken van je kapitaal, kun je je visie over de markt heel kapitaalefficiënt dus tot uiting brengen eigenlijk. Dus met een beperkt bedrag kan je echt heel mooie dingen doen en hedgen ofwel extra long gaan of af en toe een keer een YOLO-positie innemen die wel een hoge payout heeft. Dus ik vind opties het meest wendbaar of zo daarmee? Ja, dus één optiecontract vertegenwoordigt 100 aandelen. Hè. Dus in plaats van dat je bijvoorbeeld zegt van ik koop 100 aandelen ASML, dat kost mij een fortuin, kun je ook zeggen ik koop mij een call-optie. En die call-optie is vaak een fractie van wat dat de beurskoers is. Ja. Dus je kan eigenlijk 100 aandelen exposure hebben aan ASML, maar met eigenlijk veel minder kapitaal in je portefeuille. Dat je moet inleggen eigenlijk. Dus je maximumverlies is dan je optiepremie, wat dat dan heel weinig geld is als je een grote portefeuille hebt. Maar je upside, als het aandeel toch 10-20% stijgt of daalt, naar vanaf dat je call of put koopt, kan heel mooi zijn. Dus opties vind ik heel mooi als je bijvoorbeeld twijfelt van oké, ik wil een aandeel kopen, maar je twijfelt nog, is het een goed instapmoment of niet. Oké, je koopt gewoon een call optie voor de komende 3 maanden. En dan bij de komende 3 maanden heb je eigenlijk upside. Stel dat je dan toch juist bent al, heb je zeer veel winst. Als je fout bent, dan ben je gewoon je premie kwijt, gaat het aandeel lager en dan zeg je misschien, oké, nu probeer ik nog eens. Ja. Ik denk voor een kleine belegger is dat toch niet het basisgedeelte van... En je moet er ook heel actief mee bezig zijn, ja. Want er is een vervaldag, hè, mannetjes. Ja, dus als je je optie dan niet doorrolt en die wordt uitgeoefend, ja, dan kan je potentieel wel heel veel centen op tafel moeten leggen. Hè. Er zijn een paar pointers, voor je kan onderbreken. Ja, nee, doe maar. En dat is bijvoorbeeld dat inderdaad je moet alleen maar inleggen wat je kan verliezen, sowieso. En ook opties, om erop terug te komen, waarom het zo'n leuk instrument is om mee te werken. Stel dat je een aandelenpositie hebt, je hebt er 100 stuks van, bijvoorbeeld Meta. Mm-hmm. Meta is ontzettend gestegen. Je twijfelt, moet ik het verkopen, moet ik het bijhouden, ik weet niet wat ik moet doen. Dan schrijf je gewoon een call-optie en je krijgt een heel vette premie. Die premie die pak je netto in de zak, die wordt ook niet belast. Ik hoop dat de fiscus niet meeluistert. Want Nee. De dividenden worden wel zwaar belast, maar je optiepremies, als je een call schrijft, niet. Dus je kan echt gewoon passief geld verdienen op je positie, die al veel gestegen is. Je hoeft ze zelfs niet te verkopen. En je pakt rendement uit de markt. Dus ik vind dat... Ja. Als je dat niet kan, in mijn als ik spreek uit mijn eigen ervaring, wat ik dat geleerd heb, ging er bij mij toch wel een wereld open van... Oh, wauw, ik ben altijd slaaf van de markt geweest. Nu kan ik echt mijn spel spelen en eigenlijk ook wel recht geld uithalen op een veel consistentere manier. En niet altijd met die twijfel zitten van, wat is nu de juiste keuze? Je kunt ook iets in de middenweg pakken. En opties bieden jou de mogelijkheid. Opties bieden jou die mogelijkheid en die vrijheid, inderdaad. Ja. Nog een cijfertje? Oké, 10. Hoe selecteer je jouw beleggingen? Heel leuke vraag. Oké, dus vroeger was dat vooral altijd bottom-up. Ja, je pakt gewoon een goed aandeel dat je ziet en je denkt van, oké, ik analyseer het, fundamenten zijn goed, ik koop het, ik hoop dat het stijgt. Dan, met mijn mentor, andere methode geleerd, veel betere methode. En dat is eigenlijk top-down. Kijk, eerst naar de macro-economie. Dan zeg je van, oké, welke landen doen het goed? Bijvoorbeeld nu USA, duidelijk niet Europa of zeker niet China. Allee, nu met die stimulus misschien een beetje. Dan kijk je naar de sectoren. Welke sectoren doen het momenteel goed? Welke sectoren profiteren van overheidsstimulering? Infrastructuur, vooral in Amerika bijvoorbeeld. Oké, en dan kijk je, wie is de beste in de sector? Dus met die top-down approach heb je eigenlijk een systematisch proces om aandelen te vinden. In plaats van gewoon, ik gooi naar het dartsbord en ik kijk wat er in de krant komt. Of ja, er wordt eens een keer een naam verteld. Dat zie je ook bij veel retailbeleggers van, Barco komt veel in de krant. Dus plots hebben ze allemaal interesse in Barco, maar dat wil daarom niet zeggen dat het een goed aandeel is om in te beleggen. Met die top-down approach kom je altijd wel bij de goede sectoren terecht die ten eerste al de rugwinden hebben. Dus je kans op succes stijgt al ontzettend hard. En als je dan nog eens de moeite doet, of je bent een analist en je hebt de skills om de fundamenten te gaan bekijken. Oké, dan. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de schoenensector. Je had Nike, Adidas, Puma, On Holding.
en je hebt ook Deckers Outdoors. Okay. En als je dan die sector onderzocht een jaar geleden, dan was dat duidelijk dat Nike de winnaar was, ja. Niet het aandeel was dat ging winnen. Morele winnaar in de sector geweest. Exact, maar 12 maanden geleden zag je al, oké, die groei vertraagt bij Nike. Dus zij zijn niet de topcategorie hier. Adidas zeker niet, met heel dat verhaal met Kanye West en Yeezy. Een jaar geleden praat ik. Jaar geleden, hè? Ja, ja. Puma ook niet. Een merk dat ja, toch niet echt pricing power heeft. Maar On Holding en Deckers Outdoors, die konden ontzettend harde groeicijfers voorleggen. Dus die zijn eigenlijk marktaandeel aan het winnen op dat moment. En dan kijken we bijvoorbeeld naar omzetgroei. Dat is een van de belangrijkste dingen dat hun eye sparken. Oftewel de koerswinstratio. Hoe hoger die is, hoe vaker dat er in de sector iets is van oké, daar gaat de groei zitten. Dus als je dan inderdaad On Holding keek, die had bijvoorbeeld 80% omzetgroei. En Deckers Outdoor had dubbelcijferige groei. Mm-hmm. Dat zijn Nike niet. En als je dan verder kijkt en je luistert naar die conference calls, en dat is van, oké, wij zijn nog maar net begonnen in Europa te expanden. Wij gaan nu naar Amerika expanden. We hebben een partnership met Roger Federer om onze schoenen te promoten. Je ziet al die positieve ontwikkelingen samenkomen. Ja, wat doet dat aandeel dit jaar? Het is verdubbeld. Terwijl dan Nike is -30% gegaan of zoiets. Mm-hmm. Dus het is duidelijk dat als je een simpele sector pakt zoals dit, je kan hetzelfde toepassen in de koekjesector. Je hebt al die gigantische spelers, Mondelez, Hershey's, al die bestaande grote superpowers, die zijn niet zo interessant voor die hedge funds of voor die grote beleggers als een Lotus Bakeries. Het verhaal van Lotus Bakeries is veel beter. Oh, omzetgroei, ze gaan naar richting 1 miljard, ze gaan de kaap van 1 miljard euro omzet halen. Oh, de free cashflow stijgt 20%. Dat zijn allemaal veel betere parameters. En dus, wat gaan zij doen? Short Hershey's, short, wat hebben we nog? Mondelez. Mondelez bijvoorbeeld. En ze gaan ondertussen long op Lotus Bakeries. En wat doet Lotus Bakeries dit jaar? +40% of zoiets. En die anderen, die blijven achter. Ja. En Lotus ook heeft natuurlijk het voordeel dat ze lekkere koekjes hebben. Ja, maar Oreo is ook niet slecht. Nee, maar dat is waar. Dat is waar, misschien proces, Pieter. Dat is het proces dat jij dan, of het denkproces. Dus dan had jij vorig jaar rond deze tijd, ben jij short gegaan in Nike dan? En heb je On Holding long gekocht? Heb je je geld gezet waar je... Ja, exact. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik heb geld verdiend aan Nike, die daalde van 90 naar 80. Dat was bijvoorbeeld een put-optie die ik had. Die je had, oké. Ja, heel slim. Ja, inderdaad, natuurlijk, wat ik dan bedacht, die onholding, inderdaad, die heeft dan de groei mee, wat bij Nike afgetopt is, wat bij Adidas nu terugkomt. Hè, dat is altijd zot, die Samba-schoenen dat ik vroeger dan droeg. Ja. Ik spreek van 20 jaar geleden, dat is dan nu terug super. Ik denk alleen, waarom heb je die dan? Ik heb die waarschijnlijk weggegooid. Ja, buy and hold, ik heb genoeg gezegd met je sambas bijhouden. Ja, dat is waar. Maar die sambas zijn nu blijkbaar terug echt zo een mega bestseller. Ja, en de gazelle ook. De gazelle, hè? Die oude sneakers die ik eigenlijk gewoon had moeten bijhouden, want dan waren dat nog eens vintage modellen. Ja, dat is dubbel zoveel waard. Maar bon, je kunt dat nooit niet voorspellen. Bij On zou ik dan denken, is dat ook... Dat kan ook wel eens een hype aandeel worden. Je hebt dan die schoenen met die rondetjes eronder. Ja. Dat zijn die onschoenen. Ik weet niet of je dat kent. Dat zit dan... Rondetjes eronder? Ja, dat is een beetje van die rollerblade. Nee. Ja, zo klein. Zo kleine rondetjes. Het kussentje van kussentje. Daar zitten zo gaatjes in, zeg maar. Daar zit zo'n footbed in. En dat doet heel goed. Schoenen van... Nee, voet nu maar niet. Ja, dat is niet zo. Zo'n rondeke. Ja, ik zal u zo bieden een foto laten zien. Voilà, we zullen die bij de show notes van de aflevering zetten. Jullie kunnen dat dan zien. Maar is dat dan geen hype? Want dat heb je ook al wel, dat er zo effe in een schoen, ik weet niet hoe iedereen wil, iedereen die zich we hadden net over die Yeezys, of die gesmolten ET's die aan je voeten doet, hoe het een hype is kunnen worden, snap ik altijd niet, maar dat is iets anders. Of de Buffalo's, of de Dr. Martens, die ook weer een revival hebben gehad, maar de aandeel zit ook zwaar in het slop. Ja. Dus dat is dan het risico, dat je belegt in iets waarvan je dan ook heel goed gaat moeten timen. Ah ja, nu moet ik er wel weer uit, want die hype gaat liggen en Roger Federer is niet meer het boegbeeld en mensen kopen dat niet meer. Allee, dus ja, dat is anders dan bij een sportconcern zoals Nike. Dat klopt inderdaad. Nike koop je als vaste waarde voor een lange termijn portefeuille. On Holding koop je als een momentum trade voor een jaar of twee jaar. Ja. Maar je kan het verhaal blijven opvolgen. Hè. Je bent niet machteloos. Dus ook nogmaals, daarom dat opties zo handig zijn. Je kan je aandelenpositie in On kopen, dan stijgt het 80%. En dan kan je zeggen, weet je wat, nu voor de volgende cijfers maak ik mij wel zorgen. Is het een hype of niet? Ik koop al wat put-opties om mij in te dekken. Terwijl daar wel long zit op het aandeel fundamenteel. Okay. En als het aandeel met de cijfers zijn bar slecht, oké, je put-opties beschermen nu, je stapt uit. Echt van twee walletjes, hè? Dus, ja, dat is cannot go wrong op die manier, ja, zo gezegd, in de theorie. In de theorie. Nog eentje, een laatste. 12. Wat is het laatste aandeel dat je kocht?
Waarschijnlijk eentje nu net tijdens de podcast, zonder dat we het woord gehad hebben. Ja, onder tafel. Op de wc, gelijk die WTC-guy. Ja. Het laatste aandeel dat ik gekocht heb. Ik heb net heel veel verkocht. Even denken, hè. Tetratech. Moet je even toelichten voor mij dan? Ja, voor mij ook. Ja. Het is een groot, middelgroot Amerikaans bedrijf. En zij zijn gespecialiseerd in consultancy, vooral grote infrastructuurprojecten. Dus stel bijvoorbeeld dat iemand in Brussel een gigantisch gebouw wil neerpoten. Dan gaan zij Tetratech een paar miljoen betalen om de research te doen van wat is de environmental impact. Hoe kunnen we zorgen dat water niet vervuild wordt van uw project? Hoe kunnen we zorgen dat het milieu niet beïmpact wordt? Al die zaken. Ah, dat is een sectorgenoot van ABO Groep. Dan ken je ABO Groep? Nee, die ken ik niet. Ik heb er wel van gehoord. Dat is een Gents bedrijf. Ja. En die doen ook zo voorstudies op bodems, als er moet gebouwd worden. Ja, bodemonderzoek en staalnames op terrein zien. Ik weet niet, heeft dat daarmee te maken? Ja, dat is inderdaad ook wel iets waar zij in zitten. Ik denk dat zij zelfs ook contracten kregen vanuit België voor de PFAS-vervuiling in Antwerpen te pakken. Ja. Bo zat ook zwaar in de PFAS. Ja. Zat zwaar in de PFAS-zuivering. Ja, kwestie dat we dat toch juist zeggen. Dat is in Gent geen crisis cardiaque. Ze krijgen er al genoeg hartaanvallen deze dag. Ja, ze zijn het moedig. Dat is het. Nee, dus Tetratech, heel interessant bedrijf. En ja, die profiteren gewoon van die overheids. De overheidsmoney is onuitputbaar. En als je daaraan kan factureren, dan word je slapend rijk. Dus dat is gewoon meesurfen op de Amerikaanse overheidsspending, die willen gewoon infrastructuur aanmoedigen nu. Alles moet daar vervangen worden. Wegen, bruggen, water, elektriciteitsnetwerken, AI, alles komt. Dus ze moeten daar massaal in investeren. Ja, Tetratech, je krijgt constant contracten van zelfs de Amerikaanse defensie van een legerbasis, jarenlang vervuild met vliegtuigen, olie en noem maar op. Wij willen dat nu meer groen maken, terug opkuisen. NASA bijvoorbeeld, al die raketten, al dat afval, noem maar op. Alles moet opgekuist worden en green worden. Ja, Tetratech profiteert en dit jaar is dat op de beurs al 40% gestegen. Dus dat is al een mooie winnaar, ja. Interessant, Dieter. Zeer boeiend. Merci om ons te laten meegluren. En je hebt Wanda meer dan feestelijk doorstaan. We gaan eens iemand helpen. Hulplijn. Beursperikelen, vragen die aan je knagen, niet meer blijven zitten. We helpen je heel graag. En zo hebben we ook weer vandaag iemand aan de lijn die we zo goed als mogelijk van antwoord zullen dienen. Onze voyeurs, voor alle duidelijkheid. Vandaag is het Robbe. Dag Robbe. Hallo daar. Robbe, wat is jouw vraag? Hallo, beste beursvoyeurs. Ik ben al een tijdje een trouwe luisteraar. Ik ben blij dat ik ook eens een vraag mag stellen. In 2022 heb ik me, hetzelfde jaar trouwens dat ik naar jullie ben beginnen luisteren, had ik besloten een plukje aandelen van Google of Alphabet te kopen. En dit bleek natuurlijk achteraf een zeer goede beslissing, want die zijn bijna verdubbeld. En nu denk ik eigenlijk nog altijd dat die dus best een rooskleurige toekomst hebben. Maar nu las ik dat de Amerikaanse overheid graag Google misschien in meerdere delen wil afsplitsen. Dit omdat ze vinden dat ze dus een monopolie hebben op search. En dan zou Google dus meerdere regeltjes worden in mijn portefeuille. Maar wat zou die eigenlijk de effecten van zijn op mijn aandelen? Zeker omdat je weet dat binnen België de fiscus zo'n splitsing ziet als een dividenduitkering. Ik weet niet echt wat er... Ik dacht dat er wel iets was veranderd in 2019, 2020 over die regeling. Maar administratief was dat nog altijd dus best veel. Wat zou ik het beste doen met mijn aandelen, is dus mijn vraag. Ja, dag Robbe. Het is eigenlijk heel simpel. Op buitenlandse spin-offs moet meestal roerde voorheffing 30% betaald worden. En het rare aan het hele systeem is dat dat ook geval per geval wordt bekeken. Het is niet altijd eenduidig te zeggen dat je, dat je automatisch roerde voorheffing moet betalen. Het wordt echt geval per geval bekeken. Maar in bijvoorbeeld bij Solvay, de afsplitsing van tussen Solvay en Syensqo, is geen roerende voorheffing aangerekend aan de Belgische beleggers. Dat is natuurlijk omdat dat een Belgisch bedrijf was. Er was voldoende informatie voor de Belgische banken voorhanden om die splitsing of die spin-off te beschouwen als niet kapitaalreductie of eventueel een dividend. En dan werd er geen roerende voorheffing ingehouden op die splitsing. Maar bijvoorbeeld in het geval van
General Electric vorig jaar. General Electric split op in General Aerospace en GE Vinovia. Wel, die beide bedrijven, op de afsplitsing heb je dan wel een stuk roerde voorheffing moeten betalen. 30% op zo'n stuk activa kan aardig wat oplopen. Hè? Ja, zeker. Ja. Zeer boeiende vraag, Robbe, want ik denk misschien dat iedereen er in zijn beleggingscarrière wel eens mee te maken krijgt met zo'n spin-off. De fiscus ziet dat dan als een ontvangen dividend, hoewel dat in de feiten, vind ik niet klopt. Dus laat ons hopen dat dat wordt herzien. Ik vind dat een slechte maatregel. Er is inderdaad in 2019 wel iets veranderd, maar uit voorzorg blijven de banken het innen, omdat de wetgeving dermate vloe is, dat bij buitenlandse spin-offs banken het toch doorgaans innen, blijkbaar. Wat dan vaak wordt aangeraden is verkopen voor de spin-off en terugkopen na de spin-off. Maar ja, je moet dan goed afwegen, is het sop de kool waard? Stel dat er maar een heel klein deeltje wordt afgesplitst. Ik denk aan Honeywell, dat is nu een concern dat binnenkort een deeltje gaat afsplitsen. Ik weet zelfs niet juist het welke, maar bon. Maar dat is heel beperkt, denk ik, in omvang. Dus dan is is dat dan maar een heel klein deeltje van jouw aandelenwaarde dat wordt afgezonderd, waardoor dat dan, ik denk dat je dan best die belasting gewoon doorslikt of zo, in plaats van dat je erin en eruit gaat stappen. Ook bij Alphabet, ik denk dat zo'n splitsing ten eerste nog niet voor morgen gaat zijn, dus ik zou daar zeker nu niet op handelen. En ik zou hopen dat de wetgeving daarin toch verandert, want het is in wezen geen dividend dat je ontvangt, het is gewoon jezelf de belegging die gewoon in twee bedrijven opsplitst. Ja. Dus eigenlijk een beetje wachten op de Vlaamse regering, begrijp ik dan. Ja, dat zal een federale bevoegdheid hebben. Het zal federaal. Dus die zijn van alles aan het bedisselen, dus laat ons hopen dat die daar ook, dat ze toch luisteren dan misschien. Ja, zoals we konden lezen in de Tijd vorige week, was er wel een rechtbank van eerste aanleg die de fiscus gelijk heeft gegeven. In een geschil met Dow en DuPont. En die mens die had meer dan 30.000 euro roerende voorheffing moeten betalen. En die spande dus een rechtszaak aan tegen de fiscus. Hij zei, dat kan niet. Ik heb twee bedrijven gehad die evenveel waard waren voor de spin-off. Dus ik heb geen meerwaarde gecreëerd, dus ik kan daar ook niet op belast worden. Maar de fiscus heeft het. De rechtbank heeft de fiscus gelijk gegeven. Ik vraag mij toch af, wat is dan de argumentatie van de fiscus om dat te verantwoorden? Hoezo is dat dan een dividend? Ik snap het echt ook niet als beursanalist. En ik denk als alle beursanalisten denken dat dat onjuist is, en beleggers ook, dan is het waarschijnlijk ook wel onjuist. Mm-hmm. Het is zo, maar de fiscus redeneert dat er onvoldoende informatie beschikbaar is, omdat die spin-off ook in het land van herkomst ook vrijgesteld is van belastingen. Als die informatie niet beschikbaar is, wat in de meeste gevallen in het buitenland don't care, of wat er hier een Belgische belegger roerde voorheffing moet betalen of niet. Dus die gaan die informatie ook helemaal niet vrijgeven aan de Belgische fiscus. Dan wordt er standaard roerende voorheffing ingegeven. Het is ook zo met kapitaalvermindering. Binnenkort komt er een Nederlands bedrijf, OCI, doet een grote kapitaalvermindering. De koers staat 24 of zo en er komt een kapitaalvermindering van 14,5 euro. Als er onvoldoende informatie naar de Belgische banken vloeit, dan houden die daar ook 30% roerende voorheffing op in, terwijl kapitaalvermindering normaal belastingvrij zijn. Mm-hmm. Dus dat is toch gek dat er niet vaker de commentaar op komt of dat daar niet... Het is een beetje de slotsom van het verhaal dat de Belgische beleggersfiscaliteit echt van de hond is eigenlijk. Sorry dat ik nu heel fars zeg, maar dat de Belgische beleggersfiscaliteit echt een kluwen is waarin het vaak echt zoeken is naar een leidraad of een logica. Dus laat ons hopen, misschien met een nieuwe regering, om nog even die vraag van Robbe in te pikken, die afsplitsingen van Google... Ik zou daar niet direct van wakker liggen. Mm. Inderdaad, dat is nog een verhaal op lange termijn. Dat is een gigantisch bedrijf met heel veel macht. En als ze daarmee beginnen, dan stel ik mij toch wel vragen bij LVMA en bij Europese Microsoft. Ja. Microsoft ook. Een paar jaar geleden kopen ze Activision, 65 miljard. Geen probleem, grootste gamingbedrijf ter wereld. Die bezitten nu al LinkedIn, Activision, Azure. Alles. Ja, en bij alle Magnificent Seven bedrijven hebben de facto een groot monopolie. Die accumuleren zoveel bedrijven, dan op den duur van, als ze hier nu zo plots het president gaan stellen, dit is echt machtsmisbruik. Ik heb daar toch mijn twijfels bij of dat gaat standhouden. Want dan zouden ze alles moeten aanpassen bij al die anderen ook. Dus opvolgen, maar niet direct wakker van liggen. Geen stress over hebben, Robbe.
Dat is, denk ik, het advies. In enige zin wel, maar ik vind het dan toch echt wel gewoon heel amateuristisch van de fiscus bijna. Ah, ja, maar het is gelijk alsof de regelgevers in slaap zijn gevallen. Welkom in België, Robben. Ja, ik denk dat je daarvoor naar de hulplijn van de fiscus moet bellen, Robben. Wat wou jij nog zeggen? Het zijn vooral de banken die beslissen of ze door de voorrekening hebben. Ja, het zijn vaak de banken die de wetgeving dermate moeilijk interpreteerbaar vinden dat ze het uit voorzorg innen. Banken en de brokers. En de brokers, inderdaad. Maar inderdaad, ja, het is zeker een terechte opmerking, Robbe, dat weinigen door het bos de bomen zien. Ja. Is het dan zoiets Belgisch of is dat buiten België ook zo'n probleem? Of, Typisch Belgisch. Ik vrees dat het... met lichte trots mogen wij u melden. Het is typisch Belgisch, Robbe. We hebben frietjes, bier. Ja. Frietjes, bier en een zeer complexe fiscaliteit. Fransen en Nederlanders hebben daar helemaal geen last van. Daar hebben ze daar zeker van. Ja. Dus ja... Verhuizen, Robbe, dat lijkt me het simpelste. Nee. Ben je een beetje geholpen? Google dus nog niet verkopen. Nee, dat zou ik zeker niet doen. In elk geval, als je gaandeweg nog vragen hebt, Robbe, je weet ons ondertussen te vinden. Altijd welkom met een vraag. Oké, genoeg stilgestaan bij deze week. De blik vooruit. Kort ter afronding ook wel Ellen. Waar kijk jij naar uit? Jawel, Halloween is in het land. We voelen het al. Hè. Hopelijk niet met te veel griezelmanifestaties op de beurs. Maar op Halloween de twee belangrijkste Bel20 bedrijven die met cijfers komen, namelijk AB InBev en Argenix. Dus dat is komende donderdag. Wordt heel veel naar uitgekeken. En we gaan dat ook fileren in een nieuw videoformatje. Dat we hier bij Mediafin, dus ons uitgeefbedrijf, aan het in de stijgers zetten zijn. Samen met de collega's van De Belegger zullen we elke week... de beursactua in video een beetje fileren. Macro, micro zal het videootje heten. En dan gaan we een macro nieuwtje en een micro nieuwtje. Dus iets uit de helikopter en iets uit de field voor u in een short form video fileren. Voilà. Wat fijn. Voor uw lering en uw vermaak. Ja. Amai. Fijn. Waar kijk jij naar uit, Geert? Wel, als ik deze morgen mijn agenda opensloeg, Thomas, dan waren er 30 bedrijfsresultaten voor de komende 2-3 dagen. Dus vraag me niet waar ik volgende week naar uitkijk. Gewoon die kwartaalcijfers. Dit overleven en dan zien we wel weer verder. Veel succes, Geert. Dieter, waar kijk jij naar uit? Voor mij een beetje hetzelfde als Geert. Ja, ook. Mijn agenda zit vol met opdrachten voor maandrapporten. Ik moet nu beginnen schrijven aan die dat eind deze maand gepubliceerd worden. Dus nieuwe tips zoeken en kwartaalresultaten opvolgen en dat dan opschrijven voor de beleggers die ons doen. Dankjewel. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Ellen Vermorgen, Geert Smet en natuurlijk ook onze special guest Dieter Plas. Grote dank ook aan Robbe voor zijn mooie vraag. En volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel prijs wou geven. Behalve dit, graag tot volgende week. Hallo, ja, wat? De beursvoyeurs? Ja, sorry jongens, het is echt heel luid hier. Of ik kan komen? Oh, met plezier. Heel veel zin in, hè? Ik doe niks liever dan over geld babbelen. Allee, als ik niet aan het draaien ben. Allee, komt goed. Tot dan, hè. Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.